Wat is de overeenkomst tussen een luchthaven en een ziekenhuis? Schiphol-directeur Jos Nijhuis gaf op 30 juni zijn visie hierop tijdens een symposium over veiligheid en transparantie. Het symposium werd georganiseerd door het gloednieuwe Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. Ik denk dat het nieuwe ziekenhuis qua gebouw een heel transparant gebouw is. Het verenigt 3 ziekenhuizen en dat is natuurlijk een enorm groot complex. En ik denk dat we erin geslaagd zijn om een kleinschaligheid te creëren in een heel groot complex. En dat komt door de transparantie. In zijn speech sprak Jos Nijhuis over gastvrijheid en veiligheid. Onderwerpen die ook in een ziekenhuis belangrijk zijn. Dat betekent dus verantwoordelijkheid nemen, ook voor een ander. Maar dat betekent dus ook respect hebben voor elkaars processen. Beide zijn complexe organisaties waar logistiek een hele belangrijke rol vervult. Heel belangrijk, hou regie over processen. Zorg ervoor dat vooral bij complexe logistieke processen, dat de regie daarvoor goed op orde is en neem daar de lead in. In dat opzicht is het misschien nog wel aardig om te kijken in ons ziekenhuis, in de polyklinieken, waar we bijvoorbeeld ook werken met een soort boarding pass. De mensen komen aan, moeten een pasje laten zien en krijgen dan een kaartje waarop staat. En dat kaartje dat houden ze voor een automaat en dan krijgen ze ook een boarding pass waar ze moeten zijn voor de dokter. Dus ook wij proberen in dat opzicht die service heel erg te verbeteren. De vraag is of Schiphol ook iets kan leren van het Jeroen Bosch ziekenhuis. Een van de dingen die we zouden kunnen leren is de ongelooflijke passie die mensen binnen het ziekenhuis hebben voor de processen, voor de mensen, voor de mensen achter de patiënt, et cetera. De passie is goed bij Schiphol, hoor. Daar wil ik niet over klagen. Maar ik denk dat we daar ons best wel eens af en toe aan kunnen spiegelen.